Ja, vrienden in Utrecht. Ja, ik heb de actie gezien. Ja, ik bedoel, het zag er geweldig uit. Het was echt leuk. Met vuurwerk en met een nepcontract en weet ik wel allemaal meer. En jullie met z'n allen op weg naar Wesley. Want jullie denken bij jezelf, laat die Wesley nog een jaartje in Utrecht spelen. Maar ja, hey, hallo. Ja. Hebben jullie Arjan Robben gezien? Toen hij daar zat bij die persconferentie. Heb je gezien? Hoe afgetraind koppie? Ja, scherp als een... Als een mes. Ja, ik bedoel, als je die Robben morgen erin gooit, dan poep, dan gaat hij, boom en gaan. Dat is het met Robben. Maar als je tegen Wesley zegt morgen, hé hey Wesley, poep, ga je gang. Hé, komt geen meter vooruit. Die komt geen meter vooruit. Die is niet fit, onze Wesley. Nee, maar die Robben wel. Dus jullie dachten van, ja, wat Robben kan en wat Groningen kan, dat kunnen wij ook. Ja, maar zo simpel is dat niet, jongens. Want onze Wesley, die heeft natuurlijk gewoon afscheid genomen van het voetbal. En ook zichtbaar, hebben we gezien. Net zo'n dik kopie als ik. Ja, Wesley, ook een beetje een plofkip kopie. Ja, dat is met Wesley aan de hand. En Wesley, die heeft nu... Het afgelopen jaar, en dat deed hij natuurlijk al toen hij voetbalde, toen had hij ook al moeite met discipline. Toen vond hij het al, die en die, ja, lekker eten, lekker drinken, beetje achter de wijf aan, En dat doet hij nog steeds natuurlijk, want dat is de vraag aan Wesley. Want Wesley zegt natuurlijk, ik ga erover nadenken. Ik heb een gesprek gehad met de technisch directeur van FC Utrecht. Nou, allemaal tot je dienst. Maar ga jij er ook echt over nadenken, Wesley? Dat is de vraag. Ja. Want jij... Wesley, kijk maar aan. Nee, want jij zit hier ook naar te kijken. Kijk maar aan. Want jij moet nu zelf beslissen zo van... Heb ik daar nog zin in? Heb ik er nog trek in? Om elke dag weer naar die training te gaan. Om elke dag nog een keer naar dat krachthonk te gaan. Om elke dag weer op tijd mijn nest in te gaan. En die discipline op te brengen. Heb jij daar trek in, Wesley Sneijder? En ik denk, en ik daag jou uit. Ik denk van niet. Ik denk dat jij dat niet meer kan opbrengen. Ik denk dat jij bij jezelf denkt, hey, waar is mijn wijntje? Waar is mijn lekkere pasta? En waar zijn die lekkere wijven? Dat is wat jij denkt. Ja, en dat maakt het leven natuurlijk, vergis je niet, dat maakt het leven natuurlijk fantastisch. Maar ja, goed, en dat is de afweging, Wesley, die jij moet maken. En ik denk, Wesley, dat je dat niet meer doet en dat jij niet meer terugkomt bij FC Utrecht.